En Jacob overwon. Zo staat het er. Overwon. Hij was geveld. En toch overwon hij dan? Hoe dan? Nou, dat staat erbij in Hosea. Hij weende en smeekte hem. Zo overwon hij. Dus niet door krachtpatserij, maar hij huilde, hij snikte en hij smeekte hem. Dat was alles. Dat is nou geloven met een schreeuw. Zegt u dat wat als ik dat zo zeg? Geloven met een schreeuw. In de Hebreeuwse brontaal, dat is heel mooi opgepakt in de nieuwe herziene Statenvertaling. In de Hebreeuwse brontaal betekent smeken om genade roepen. Er zit het woord genade in dat werkwoord smeken in het Hebreeuws. Mooi, hè? Dan roep je genade. Nou jongens, dat herken je wel, hè? Genade. Als we vroeger op het schoolplein met elkaar vochten, dan verloor je natuurlijk wel eens, hè? Je wint niet altijd, hè? En dan lig je onder en dan zit zo'n knul op zijn knieën over je heen en dan zegt hij, genade, genade. En dan moest je zeggen, genade. En dan ben je weer losgelaten. Genade roep je dus als je het verloren hebt, hè? Als je verliezer bent, dan roep je om genade.